Heb ik ooit mijn verhaal verteld van de trein of niet? De trein? Nee. De trein richting AnimeCon. Nee. Moet ik het nu vertellen? Ja. Oké, ik ging dus richting AnimeCon. En ik had afgesproken met Leesje op het Centraal Station. Maar ik kwam wat eerder aan. En ik moest fucking nodig plassen. Dus ik dacht, hey, ik ga een toilet zoeken. Alleen het toilet kostte 50 cent. Hey, kent me, jullie kennen me jongens. Daar ga ik niet voor betalen. Je hebt ook helemaal geen 50 cent toch? Ik had 50 cent meegenomen voor echt een noodgeval. Maar toen was ik daar, toen dacht ik van nee, dat ga ik niet doen. Dat gaat niet gebeuren. Dus... Dat is ook ongeveer gewoon een maand inkomen of zo, toch? 50 cent. Dat is niet normaal, dat is helemaal niet uitgeven van de wc. Ja, precies. Want ons videowerk zit in die 50 cent. Ja, precies. Alles, dan hebben die nou echt gewoon 50 cent mee. Gewoon een jaar werk, weet je. Maar ja precies. In ieder geval, ik had dus een plan. Om in plaats van 50 cent te betalen, dacht ik... Ik zoek een intercity trein op. En ik ga daar naar het toilet gewoon. Dus, weet je? Ik ging die intercity trein in, plasje doen. Maar... Iemand anders moest ook nog plassen en die ging dus op de deur bonzen. Van schiet op. En ik ben zo'n man die dan niet meer op gang komt, zeg maar. Dan stop een plasje en mijn blaas stopt volledig van Peter, dit gaan we niet doen. Ik ging dus een plasje doen, die man ging bonzen en ik kwam niet meer op gang. En de tijd begon te dringen, want ik hoorde die man fluiten, zeg maar. Van jongens, de trein vertrekt. Dus ik dacht, shit, ik zit nu in de trein vast op het toilet en het lukt me niet. En de trein gaat ieder moment weg. Dus, toen ging ik met pure kracht, is me gelukt om me toch uit te persen, zeg maar. En toen, die man, die keek zo boos toen ik de toilet uitriep. En ik moest echt rennen, want zeg maar, de trein, de deuren gingen al dicht, zeg maar. Zeg maar, dat alarm dat die deuren dicht gingen, dat ging al af, zeg maar. Dus ik was echt in pure paniek gewoon. Dus ik sprint eigenlijk het toilet uit. En dat was echt chaos. Als je erbij was geweest, was het echt een soort actiefilm gewoon. Gewoon man op de deur bonzend. Belletje van de trein gaat af. Een alarm dat de deuren dicht gaan. En die muziek er ook gelijk bij. Als ik er eens in was blijven zitten, dan was ik dus letterlijk de hele andere kant op gegaan van waar ik heen moest. Ik had dus afgesproken met Legend, die was fucking boos geworden, maar het was wel grappig. Oh, het was trouwens niet naar AnimeCon, ik ging naar een vaag concert. Oh god. Het was naar het concert, dat was het. Marco! Hallo!